Maar als ik het dan één keer doe, dan neemt mijn duim... Ja, ik wil op die springputten zitten! Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Soul Link met Sander van Gaming SB. De vorige aflevering hebben we eindelijk onze tweede pair gekregen en we gaan nu naar de Furbank Gym. Tenminste, ik ga nu naar de Furbank Gym. Ik weet niet of jij dat ook doet, maar... Ik weet het ook niet. En als cadeautje een lichtgevende hair extension voor je haar. Hij geeft licht. Verlicht je voeten. Ja, ja. Verlicht je haar. We schijnen samen. Dus. Alleen Lelly Kelly California schoenen. Nou, ik vind het zo alweer geweest. Het was leuk voor eventjes. Hoezo? Nee. Wat miste ik? Nee, ik ben aan het kutten. Oh. Ik word hier gewoon... word hier gewoon opeens gescamd. Ik weet niet wat het is, man. Nee, dat weet je inderdaad niet. Oh, het is weer een intro momentje. Nee, en oh niks. Die kan oh niks. Oh nee, niks hoor. Laten we vooral even switchen. Oeh, dat is gevaarlijk. Oh nee, niks hoor. Yo, is dat zo'n Crocodile? Dat is toch een... Dat is toch een helemaal geen poison type. Ponyta ook niet. Nee. Nee, maar dat is randomized. Dat snap ik nog. Maar die sprite is toch niet randomized? Hè? Is die sprite randomized of niet dan? Ik zeg niks. Nee, dat dacht ik. Is dat wel randomized? Ik zeg niks. Bot for drying. Drying? Niet eens ja, ze zeggen ze dat in het Engels ding. Pot reeing, oké. Yo, hij doet reeing. Wil ik deed double slapping en hij deed reeing. Electro whipping? What freaking? Inderdaad. Doe nou niet tail whipping. Oeh, Metagross? Ik denk dat ik gewoon maar even in... Doe zo'n fire type. Oh, ja, dat kan ook. Drakenwoede, nu! Oh, ik had zo genaaid geweest als ik geen Dragon Rage had. Trouwens, dat valt wel mee. Hij heeft namelijk color change. Dus hij is nu veranderd in een drakentype. Dus not. Nee! Kellen. Hoe dan? Nee. Fuck. Sandering. Wat? Dit staat zo nergens op. Wat gebeurde er? Flame charge? Maar ik was echt nog op 60 HP. Ah! Jut! Nou, kunnen we opnieuw laten we een Soul Link gaan doen met Sandering. Dat lijkt me leuk, hè? Kunnen we de opname even opnieuw starten? Nee. Ik heb zo'n technical issues. Ja, we got some technical issues, baby. Jij, we need to restart. Oh, was Flame Wheel ook nog. Ja, ik durfde dus niet naar Aggron, want ik. Of Iron, want ik denk dat Super Effective. Dat is ook helemaal niet. Dat vergeet ik steeds. Maar. Oh, fuck. Maar. Hoe had ik moeten weten dat dat zou gaan killen? Dat verwacht je toch ook niet? Nee, dat had je niet verwacht. Nee, maar het is gewoon. Het blijft gewoon kut. Daar kan jij niks aan doen. Maar zeker. Oh, ik kwam hier allemaal niet om te healen. Ik kwam hier om mijn Pokémon te depositen. Dat is onze derde paar die gekild is. Wij zijn goed bezig. Ook weer zo snel nadat we hem gekregen hebben. Ik vind het ja. Zo jammer. En die Jolteon had ik echt zin om te gebruiken. Maar ja. Ik ben gesoldinkt aan de Sandering. Wat? Ik zeg ik ben gesoldinkt aan de Sandering. Oh, je hebt ook vet veel Pokémon verloren hoor. In de oh, wel één. Of ja. In de Leaf Green en Fire Red. Kijk nou uit, je wordt ook nog geburnt zo hè. Ja, I know. I know. Maar dat kan wel, kan wel. Echt niet te geloven dit. Nee, maar ik wist dat het goed zou gaan. Mhm. Mm
Ik zit met spanning naar je. Nee, oké. Oké, als die Aircron zo net dood was gegaan, neem ik de schuld compleet op me. Maar die Ponyta, nee, die Blissey, dat was niet mijn schuld. Nog steeds niet. Vooruit. Nee, echt niet. Ik zweer het je. Yo, ik zou mijn hand in het vuur steken. Ik zou een geweer op mijn kop zetten en dan zo klik en dan... Nou, daar zou iedereen blij mee zijn. Nee. Dat is een grapje, Sandring. Niet meteen bozing worden. Ja, je kijkt mijn content ook al nooit, heb ik gehoord. Nou, hoezo kijk ik jouw content nou weer niet? Nou, dat zei je in een Twitch-compilatie die op mijn kanaal staat. Oh. Ja, dan zal ik wel gelijk hebben gehad, hè. Toen zei ik, nee, je mag niet kijken, want spoilers. En toen zei je zo van, oh, kijk, je content toch sowieso al niet. Waarom zou ik jouw content kijken? Dan zal je vast ongevraagd hebben. Nee. Ja. Nee. Drogon is level 19. Big Snowman zit in mijn hoofd, Sandring. Leuk. Nou, sorry hoor. Nee. Je bent salty, gozer. Waarom ben je elke serie die we opnemen salty? Omdat ik zo net een Blissey verloren ben aan bullshit. Ja, dat heb je ooit. En jij blamt mij. Mevrouw de gym leadering. Jij bent mij weer aan het blamen ervoor. Dat klopt, ja. Ja, dat vind ik een beetje jammer. Want blaming dit was niet. Ik kon er niks aan doen. Ik bedoel, tuurlijk, ik had niet vol HP, maar ik had fucking 2/3, gast. Doe even normaal. Hé, hey, Viper, dat is wel zo'n poison type. Viper. Dat is zo'n poison type. Die, yo, toen ik die eerste, toen ik die Viper zag van Scarlet, ik zag er zo goed uit. Zo. Ik mis eventjes waar het over gaat. Van Scarlet en Violet. Oh, ja. Yeah. Zat ze Viper als een van de eerste Pokémon in de... Ja. Dus... Ja. Oké, dat was wel echt heel dom. En nog hou je vol, dat is niet jouw schuld. Die fucking Blissey was niet mijn schuld. Dit was wel mijn schuld geweest, maar... Die Blissey niet. En ik ga zo healen, want dit gaat fout anders. Nee, maar... Ja, Viper was die eerste die ik zag. En toen dacht ik van... Yo, dat ziet er epic uit. Heb jij een special attack met Aggron? Weet ik niet. Ja, misschien Mudslap. Hoezo? Nou ja, je attack is natuurlijk gehalveerd omdat je geburnt bent. Dat klopt. Oh, dat is special. Ja, dat is maar special. Dat is echt trash. Oh, ja. Kan wel doen. Ja, dat maakt er niet zoveel uit, denk ik. Ik heb de tweede gym badge. Ja. Ja. Oh, dat is super effective. Oh, niet? Nee. Dat is toch super effective op Rock? Ja, maar je bent Steel Sandering. Ik ben toch Rock en Steel? Ja, maar Steel Resist. Wat overigens water. Nergens op slaat, want je zou staan... Ik dacht dat Water Neutral was tegen Steel. Maar niet. Anders was het gewoon effective. Nee, dus het is ook al niet super effective op Rock. Jawel. Water is 100% zeker super effective op Rock. Hoe kan dan dat het niet very effective is? Omdat Steel resist. Ja, dus dan zou het neutral doen. Nee. Oh, dat is super effective. Yeah. Oh nee, andersom. Oh, je bent Steel. Ja, Steel is super effective op ice. Uh-huh. Dat is het. Niet andersom. Dus je deed net headbutt in plaats van Metal Claw, terwijl je beter Metal Claw kunt doen. Nee, ik deed de hele tijd al Metal Claw. Oh, okay. Hoeveel Pokémon moet je nog bevechten? Met Tang. Hoeveel Pokémon? Met Tang. Dat is ook al gelijk aan 1-1. 1-1. Ik moet wel mudslapping, want
Steel gaat ook niet zoveel doen, nee. Je hebt ook niet verwarren met Voltron. Geluk met de Pokémon's waar je tegen moet. Die Ponyta. Weet je, als die Ponyta geen Ponyta was, maar een Pokémon waar ik denk dat Aggron gewoon goed tegen is, dan had ik misschien ook wel naar Aggron verhuisd. Ja, ik wacht even in de Pokémon Center. Ik wil niet te veel naar verder lopen, zeg maar. Ja, anders je mag dat hele filmstudio gedoen ook wel doen, hoor. Want, ja, maar daar zijn we nog niet. Want we moeten eerst nog al die plasma dingen doen, toch? Of moeten we eerst naar de studio's? Ik hoop dat we eerst alle plasma dingen moeten doen. Ja, volgens mij wel. Ik moet ook nog de gym leader, hè? Everybody come leader. See moeting naar de gym leader. Ho! He! Ha! He! Ho! Nee. Ze zeggen P-O-K-I-M-O-N. Pokémon! Oké, je moet eerst de studio's doen. Ik niet. Oh nee, ik heb de gym leader ook nog niet verstaan. Funny, ik was maar een grapje. Maar even serieus, Sande. Dit is toch wel de slechtste gimmick die Pokémon ooit bedacht heeft? Nou, zou ik je eens leuk verhaaltje vertellen? Doe eens. Ik had dus Black and White gekocht. Waren trash games, vond ik toen. Dus, ik zou Black and White 2 niet kopen. Maar, op Nickelodeon en Disney XD en zo kwamen reclame van deze game. Valerio. En, weet je waarmee ze gingen adverteren? Met dit. En, ja. Weet je wat ik toen dacht? Yo, ik dat is ziek. Je kunt je eigen films maken in fucking Pokémon. Dat lijkt me echt ziek. Spoiler. Dat was het helemaal niet. Nee. Maar deze Nidorina is wel lekker makkelijk, gelukkig. Echt, dit is echt de slechtste gimmick die Pokémon ooit bedacht heeft. Ja, terwijl ik denk dat het best cool had kunnen zijn. Vooral als het optioneel was geweest. Ik denk als je... Ze hadden gewoon dan Pokémon Movie moeten maken of zo, of weet ik veel. Ja. Pokémon Movie Green en Movie Red. Ja, kijk, dat was het beste geweest, maar goed. En dan had niemand het gekocht en dan hadden ze geweten dat het kut was. Parapaparara. Nou, ik misschien wel, want ik was heel hyped voor die film. Oké, had jij als enige hem gekocht. Toen nog wel, maar nu dat ik weet hoe het echt zit. Nu ik weet hoe de steel in de vork zit. Mm-hmm. Jij wel. Het is andersom, of niet? Mm-hmm. Maar van jou pikken we net z'n handen. Yo, wat een goede film. Mag je daar doodgaan trouwens? Ja, toch? Ja, want dit is niet je eigen Pokémon. Ik vind het ook dom. Als je dit dan doet, doe je dan dat je er ook een Pokémon of zo voor krijgt. Of in ieder geval iets. Of inderdaad dat optioneel is. Onzinning. Het is zeker onzinning. De eerste keer toen wij dit deden, ik snapte er ook geen hol van. Nee. Ik bedoel... Volgens mij op een gegeven moment krijg je zo'n stuk waarbij je zelf dingen moet kiezen of zo. Yeah. Nou, ik snap er echt geen hol van. Ja, de kijkers hebben dat natuurlijk allemaal niet gezien, maar jezus, dat is echt... Wow, je bent al net zo ver als ik nu. Nee, ik moet nog helemaal Riolu, man. Ja, maar jij hebt de gym dus al verslagen. Heb je Spearfitten gebruikt? Nee. Jawel, dus. Nee, maar die Nidorino, die was vet makkelijk, of Nidorina. Ja, maar je hebt slow start gebruikt. Hij heeft slow start. Ik ben dood. Huh? Het was... Ik hoef ook helemaal niks te doen. What the fuck is dit? Nee. Nee, die Panyard had slow start. Dat kwam zo in beeld. Dus dan zei ik voor de grap, sarcastisch, ik ga dood. Maar slow start is fucking slechte ability. Ja, daarom zei ik dus voor de grap, ik ga dood. Omdat het niet zo goed is. Super effective, Riolu fainted. Maar je hebt de speedbutton gebruikt. Ja, een klein stukje. Jongen, dat je zo wil winnen. Nee, ik had alleen dit stukje in PokerStars Studio speedbutton. Ah, oké. Ik dacht al, waarom, hoe kan je nou in godsnaam zo fucking snel zijn? Credits.
Hier, daar, bij dat greenscreen. Ik snap er niks van. Wat moet ik doen dan? Oh. Yo, kan dit nog even een uur langer duren, alsjeblieft? Ja hoor. Let's go. Ja, zo... zouden ze maar al te graag willen. Oh, dan duurt de game weer langer. Dan kunnen we daarmee adverteren dat de game langer duurt. Ja, deze game duurt wel 100 uur. Ja, je moet daarvan wel 90 uur in Pokestar Studios doen hoor. Maar... En je mag zelf niks doen. Kaboom. Voor de rest doen we alleen maar tekst. Ja, en dan moet je op A drukken. A Simulator. Yo, pressing A Simulator? Zou je dat kopen, die game? Nee. Ik wel. Maar niet thuis. Leugens. Maar ik ben nou niet aan het lachen als ik aan het drinking ben. Aan het drinking, Manny. Nee, do we drink it? Ik vind het logo dat ik gemaakt heb echt vet. Ik ben echt trots op. Ja, ik ook. Nou, ik snap er niks van. Je moet met die gele haar man praten. En ik zag dat je weer speedbutton gebruikte. Oh, ja. Kut. Gooi die van je computer af, die speedbutton. Ja, sorry. Nee, ik zal even omdenken. Als ik het eenmaal doe, dan blijf ik ook doorgaan, zeg maar. Want ik weet nu bij Omega Ruby en Alpha Sapphire heb ik geen speedbutton. Dus... Gerechtigheid. Nee, maar dat is mooi, want dan doe ik het niet automatisch. Mm-hmm. Maar als ik het dan één keer doe, dan neemt mijn duim... Ja, ik wil op die speedbutton zitten! Ja, zie! Please, dat als intro, man. Dat is zo funny. Nou, dat ga ik vergeten. Bring it on! Eén. Bring it on, Alexander. Wacht even hoor. We zijn in Furbank City. En ik weet niet wat ik moet doen. Ice Beijing. Oh, dat moet ik doen. Nee. Team okay. Plasma. Team Plasma. Oh, ik dacht we gaan vechten. Maar... Oh ja, we gaan ook vechten. Sandring, ga je ook vechting of ga je niet vechting? Ik heb eventjes iets gestuurd. Die tijd, dat is intro moment. Van mijn recording wel, maar... Oké. Okay. Godver, doe ik het weer? Really okay to not release the movie you shot? Ja? Ik heb een Gravelver verslagen. Klopt dit? Ja, dan kan je weglopen in, als het goed is. Oh, oké. Okay. Oh nee, je moet hem dan... Je had moeten opslaan daar. Dus nu moet je hem opnieuw doen. Nee! Dan mag je wel even speedbutton gebruiken. Nee! Oh, ik haat dit zo erg. Rental Pokémon, Party Pokémon? Ik zou gewoon rental gebruiken. Maar nou, heet ik nog Riolu Kid dan? Als ik met Party Pokémon ga, dat zou wel raar zijn. Slowing starting. Kabooming. Als ik nu Ice Punch gebruik en hij gaat niet dood. Ik ga nu ook gewoon expres kutten trouwens, dat moet ik helemaal niet doen. Straks mag dit niet. Nee! Dan ben je een loser boy. Nee! Je bent echt zo sukkel, hè? Tjusje. Ja, doe dit. Doe dit als film. Is dit nu de film The Bad Guy Wint? Good work. Ja, nice. Hey, ik moet ook nog een Ponyard. Yo, alle good work, hè? Good work. Van de Ponyard. Houden van dansen. Oh, jij gaat dood in de eerste attack die tegen je gedaan wordt? Ja, goed werk, goed werk, goed werk. Kan ik nu gewoon weggaan? Ja. Oh, jezus. Dus eigenlijk is dat de speedrun tactic. Gewoon jezelf dood laten gaan. Ja.
Waar zijn die? Bij de docks. Oh, daar. Magma. Maar ik zie er helemaal geen... geen honden. Ze hebben wel honden waarschijnlijk, want ze hebben altijd van die lilypuppings. Lilypuppings? Lilypuppings. Kibbeeming. Quilling, fishing. He do be fishing, quilling, fishing. Pas op hè, want je moet nu... Oh nee, tuurlijk niet, want we hebben Blissy niet meer. Ik wou zeggen, je moet die double battle nu bevechten, maar... Oh, color Sandring. Change. Ik ga gewoon naar Castellian Citying. Doe nou niet. Ja. Ik moet nog tegen deze quillfish, maar dat gaat nog wel even duren. Duur, oh, dan wordt hij nu natuurlijk weer ground. Ja, wat moet ik nou tegen doen? Steel weer? Is ook niet handig. Nou ja, dan kan ik daarna weer ground doen, maar... Oh. Ik zit op de zee en op de zee valt het niet mee. Nee? Nee. Ben je zeeziek? Ja. Ja? Echt? Nou, nee. Oh, ik niet. Ik ook niet. Wat? Ze net zei je nog van wel. Ben je ooit op de zee ziek geweest? Ja. Ja? Ja, dat is geen idee. Dat geloof ik niet. Nu geloof ik je ook niet meer. Ja, Sandring. Weet je wat ik vind van HM01? Dat vind ik echt kut. Oh, boy. Ja. Snap je? Kut? Snap je? Oh, hij snapt het niet. Hij is een beetje... Domme. Dat heeft hij niet gehoord, gelukkig. Wil je ook noemen met Domme? Oh, hij heeft het wel gehoord. Hier kon je toch de XP share halen in dit gebouw hier? Weet ik het. En de bicycle. Bicycle. Yo, maar gaan we dan nog... Ja, dan kunnen we nog een Pokémon halen. Ja. Dat is wel Seeking. Nee, dat is wel... Nou, dat weten we nog niet of dat een Seeking is trouwens. Dat zeg ik wel mooi, maar dat weet ik nog niet. Tegen... Moet ik dan hierin lopen of zo? Kut. Hè, wat moet ik nou doen dan? Nee, je moet eerst nog naar die route om die plasmagasten te bevechten. Oeh, ik loop er vet ver achter. Hier, deze route. Nee. In de route terug, waar die double battle stond. Waar jij net tegen mij zei van Milan, je moet daar niet uitkijken. Ja, ik heb dat helemaal niet... Ik snapte ook al niet waarom je daar vandaan kwam. Maar... Hey, Pokédoel. Hey, een XP sharing. Ik kan mijn XP share... Oh, wacht. Ik heb geen Pokémon om mijn XP te sharen. Sorry, dat spijt me. Je kan in de sewers trouwens straks ook nog een Pokémon vangen. Of, ik weet niet, volgens mij kan je daar pas... Ja, zitten sewers in deze game. Of in deze stad. Alleen volgens mij, ik weet niet of we daar voor of na de gym pas kunnen komen. De vorige keer hebben we dat niet gedaan, dus ik denk... Na de gym. Nee. Moet ik tegen hem praten? Nee, je moet... Terug. Naar rechts. En dan, nee, naar rechts, dat is links, Sander, wist je dat? En hier naar beneden. Sorry. Feathering. Hey, Caterpie. Had jij hier niet een Caterpie gevangen? Dat heb ik... Nee, ik had de Caterpie in de ranch gevangen. Nee, daar, inderdaad, Ing. Inderdaad, ja, ik had hier de Ring. Oh, hier. Dat heb je niet gezien. Dat was gewoon gelukking. Waarom ga je nou niet gewoon die account halen? Omdat jij eerst bent. Goeie ruurt. Je bent er nu toch al. Straks duurt het heel lang en dan heb jij zitten wachten. Ja. Kijk, hier zitten de sewers, maar daar kan ik dus nog niet in. Ba-da-ba-ba-da-da. Oh, kut. Oh ja, wacht, dat is niet mijn account. Een gla... Nee, ik een... Hoe heet dat ding? Ik dacht even dat het een account is. Chlamydia? Cradilly. Cradilly lijkt op chlamydia. Kaboom. Kan ik nu? Nu kan je naar de docks om te gonnen. Chichu en gone. Chichu en gone. Ik ga Pokémon vangen. Yeah, yeah. Oh, daar hebben we Bianca natuurlijk weer. Wat een
Oh, je krijgt een dowsing machine. Oké. Shinju Bingon. Shinju Bingon, and I'm in Brie for the first time in blah blah blah. Oké, mijn Pokémoning is in. Wat is er? Een Swalading. Nee. Nee. Ja, dat weet ik niet. Geen reactie van Sandring. Dan we. Zijn op de zee. Sorry, ik kwam mijn fiets tussen. Wat? Ik heb een zwaal. Ik moet tegen een zwaal op. Die mag ik vangen. Oh. Oké. Okay. Dat is Zwalot. Oh, wauw. Kan dit nog langer duren? Ja, oh nee, gelukkig niet. Pokestart Studios. Oh. Oké, okay, wel een bike. Hij zal wel meer dan 40 HP hebben, toch? Nou, dat weet ik niet. Ik ook niet. Ik ga het niet proberen. Wacht, in dat bruine gebouw, daar kan je de XP share halen. Deze? Ja. Moet recht voor de deur staan wel, ja. Nee, twisten maar zo weinig? Ja. Oh, oké. Okay. Ik had echt verwacht dat twisten veel meer zou doen, joh. Ja, laat me nou maar met rust. Ik wil alleen even experience sharing. Because I do liking sharing the experiencing. Je bent een deler. Oh, ik ga even niet healen, want dan ga ik weer een hele cutscene triggeren. Oh, ik heb ziek veel. Dat is wel ziek. Ik heb de Swallow eventueel. Ja, nu ik nog. Oké, ik heb 15 balls, waarvan 5 great balls. Oh, dat gaat mij lukken. Een super potion. En een potion. Zo. Top. Topping. Topping, jopping. Saus. Saus is wel een topping, ja. Nee. Jopping. Saus. Oh, ken je dat niet? Jopping saus? Patatje jopping? Patatje jopping saus. Oké. Okay. Wacht eens eventjes. Ik wacht. Ja, ik wou register. Maar wel leuk dat ik hem nu Adaptability doe. Powers of moves of the same type? Dus? Oh. Mijn steps zijn nog beter dan. Ja, dat denk ik. Wajo. Oh. Bianca, ik vind je hartstikke leuk. Oh, Blob, die vind ik wel leuk. Dat vind ik een leuke naam. Wow. Leuke naming. Leuke Volgens naming. Mij kun je in deze game dus ook meerdere registeren. Al. Klopt. Ja, dit is dus inderdaad... Ja, dat je een extra battling hebt. Ja. Voordat je Pokémonings kan vangen. Dat was in Cagelock toen. En toen ging daar zo dood. Hard genaaid. Ja. Ja. Dieren oprecht ging best wel goed. Ik had alleen nog één Pokémon nodig. Maar in deze game is het begin gewoon het allermoeilijkst. Dus... Yep. En toen precies hier waar net het begin zou eindigen. Het moeilijkste deel dus ook. Waar het begin zou eindigen. Ja. Dus dan kom je in het middenstuk. Dat klopt, ja. Ja. Dus daar waren we net. En toen... Bam, maak je even dood. Want toen moest ik tegen zo'n Salamence. Weet nog als de dag van gisteren. Een Salimantie. Zie? Cloud 9. Maar de regen bestaat nog. Nice. Dus het is echt die effect. Mut. Slap, 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 slap. Dat is echt weinig damage. Jezus. Ja, maar mut slap is ook 20, hè. Dat is wel tantewijn. Tantewijn, hè. Mut slap is gone. Nou, Lick doet ook tantewijn, hè. Hing. Niet mooi is doding. Oh, nee. Dat heb je niet gezien. Nee, dat klopt. Ik zat naar mijn eigen scherm te kijken. Oh, mooi. Nou, het was ook maar heel kort. Dus waarschijnlijk heb je het oprecht ook niet gezien dat je wel aan Oh ja, daar kan je Pokémon afvangen.
Als je van de fiets af gaat, kan je harder lopen. Nee. Gaat hij er weer op? Nou, Sandring, wat is het? Ja, weet ik niet. Oh, ik wil deze. Ik wil dit ziek graag. Vanging in. Mudslap. Don't verneuking it. Mudslap is niet verneuking. Ja, what a kill. Shit. Ja, ga maar gewoon great balls gooien, want anders wordt het helemaal niks. Ja, of ik moet heb het. Het is klaar. Je gaat ook pokeballs gooien. Ja, tuurlijk. Eerst pokeball, want kijk, Chikorita die houdt van mij en die houdt ook van pokeballs en daarom weet ik deze zit niet. Shit. Maar kijk, dit schept hoop. Very setting. Oké, nog één pokeball. Ik voel dat Chikorita wil graag in zo'n pokeballetje gevangen worden. Game Boy Luke. Ah, dammit. Helaas. Ik denk oprecht dat ik hem in een pokeball kan vangen. Zag je hoe goed hij deed? Ja. Kom op. Chikorita, ik hou van je. Ik hou heel veel van je. Oh, nee, dan vindt hij niet leuk. Dan vindt hij niet leuk. Chikorita houdt niet van... Leuk. Ze houdt niet van aardig complimentjes. Hé, hey, Chikorita. Je bent lelijk. Oh, oef. Dat werkt ook helemaal niet. Zo'n great balling. Kijk. Chikorita, de bal die ik nu gooi is net als mijn liefde voor jou. Erg great. Wat een oef. Hij houdt echt niet van complimentjes, deze gozer. Sorry. Oké, Chikorita, kom op. Jij houdt hiervan. Jij houdt hiervan. Zo'n mooie great ball. Jij denkt groen. Dat is niet groen. Jij denkt blauw. Rood. Die voel ik wel. Hoor je dat, Chikorita? Hoor je dat? Alsjeblieft. Kom op, alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft. Hij houdt niet van smeken, oké. Okay. Weet je wat hij zegt? Nou. Janken dan, bitch! Janken dan, bitch! Ik ga pokeballs. Ja, dat zou ik zeker doen. Ik ga al mijn balls op deze boy geven. I don't care, ik wil deze Chikorita oprecht. Ja, gast, het boeit mij niet. Fuck. Ik wil hem. Op Chikorita, please. Je bent het enige in het leven wat ik wil. Maar hij had ook niet van liegen. Oké. Okay. Chikorita, jij bent leuker dan zo'n Cyndaquil. Jij bent leuker dan zo'n Cyndaquil. Zelfs als Shiny Cyndaquil. Nou, je mag niet liegen. Nou, trouwens, ja. Je loog niet. Nee, je loog niet. Nee, Shiny is in de quiz om mooier dan gewoon. Nee, dat is niet waar. Ja? 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 Kom op, Chikorita. What the fuck? Fucking bitch. Kom op, please. Oh, nee, ik wil hem zo graag, alsjeblieft. Oh nee, hij houdt niet van smeken. Sluit de video maar af. Je hebt geen pokeballs meer. Dit was de laatste. Wauw. Oké, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Wordt dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering gaan we kijken of we de derde gym kunnen verslaan met één Pokémon. Yeah! Doei!